Hey, wat, ja. Wat was de kern van zijn betoog dan? Nou, de onduidelijkheid, de slechte informatie naar buiten uit over die jury ook. Omdat ze niet de juiste informatie gaven. Dan gaan mensen speculeren en dan denken ze, heeft hij aan de kook gezeten? Heeft hij iemand verkracht? Wat heeft hij allemaal gedaan? Ja. Nou, had hij dat allemaal gedaan? Nee, hij blijkt dus niets gedaan te hebben. Hij was wat te laat terug. Ja. En hij had nog een boterham gegeten met pindakaas. En dan had hij zijn vriendin erop gehaald. Ja. En Jeffrey Wammers haalde die ook op. Maar ja, daar werd niks over gezegd. Van. Nee, die was ook. Weinig van, hè? Ja. Die Jeffrey Wammers. Ja. Nee. En die was natuurlijk met zijn vriendin er vandoor. Maar hij staat nu op Lowlands dit weekend, Jury. Gaat hij dan vogelnestjes maken op Lowlands? Ja, hij gaat nu, ja. Hij gaat dus een oefening doen. Die hij zou van doen vanavond in de finale. Gaat hij nu op Lowlands doen. Ja, maar dan word je een clowntje, hè? Ja, nou, dat is de enige gevaar. Ja, nee, maar dat moet hij niet doen. Want daar hebben ze 37 biertappen, dan moet hij juist niet komen. Ja. Ja. Dan kan hij koprollend weer naar huis, hè? Ja. Ja. Ik denk dat Petrov